Dit is de EK-selectie van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk. Nathan Aké. Steven Bergwijn. En zo worden alle namen van de 26 spelers omgeroepen. Daley Blind. Brian Robbie. Sportjournalisten in Zeist zagen hetzelfde filmpje en konden daarna vragen stellen aan bondscoach Ronald Koeman. Ja, goedemiddag. Heb je iets van kriebels? Ja, al een aantal weken. Het zal nog steeds gaan groeien natuurlijk hoe dichter bij de eerste wedstrijd komt. Afgelopen tijd heeft hij met een team van 29 spelers getraind, maar hij mag er maar 26 meenemen naar het EK. Ja, en dan maak je keuzes en dan, ja, dat zijn best wel soms moeilijke keuzes. Drie spelers mogen er dus niet mee. De meest opvallende is Ian Maatsen, speler van de Duitse club Borussia Dortmund. Daarmee speelt hij zaterdag de belangrijke finale van de Champions League. Maar Koeman kiest dus toch voor andere topvoetballers. We hebben meerdere jongens op zijn positie. En die krijgen de voorkeur. Nou, hij is teleurgesteld, dat lijkt me logisch. Dit zijn de keepers die meegaan naar Duitsland. Bart Verbrugge wordt waarschijnlijk de eerste doelman van Oranje. En Koeman neemt maar liefst 9 verdedigers mee. De bekendste, Virgil van Dijk. Hij is weer de aanvoerder van Oranje. Dan de middenvelders. Frenkie de Jong, die bij topclub FC Barcelona speelt, is eigenlijk geblesseerd. Maar de bondscoach neemt hem toch mee, want hij verwacht dat Frenkie op tijd hersteld is. En dan de spelers die voor doelpunten moeten zorgen, de aanvallers. De meest opvallende is Brian Robbie van Ajax. Hij heeft tot nu toe nog maar 1 wedstrijd in het grote Oranje gespeeld. Over 2 weken begint het EK. Tot slot, wanneer is het geslaagd? Wanneer is het geslaagd? Ja, dat als je hem wint. Tja, 36 jaar geleden gebeurde dat. In 1988 won Nederland het EK in Duitsland. Met Ronald Koeman toen nog erbij als voetballer.